Goedemorgen. Oh, ik zie dat het er lekker volstroomt. Ondanks deze mooie dag. Ik wacht nog even een paar minuutjes dat iedereen de tijd heeft om de live ook te vinden. Vandaag helemaal in het babythema. Zo. Jolanda was op de vroege morgen al super productief, zag ik. Twee kaartjes gemaakt. Dat ga ik vandaag niet redden. Ik ga gewoon één kaartje maken. Even kijken, zo instellen dat ik ook jullie reacties zie. Goedemorgen allemaal. Wacht nog even een paar minuutjes. Goedemorgen. Nou, ik ga ook aan de slag met de producten die in de goodiebag zitten. Ik zal er even meteen bij pakken wat ik ga gebruiken uit de goodiebag. Sowieso het papier natuurlijk. Het designpapier. Ik ga deze mal gebruiken. De vierkante mal. Zoals je ziet heb ik het alvast op maat gesneden. En ik ga deze... Ik zal even wat naar boven werken, zie ik. En ik zal deze snijmal van Marianne Design gebruiken. En daar ga ik wel iets tofs mee doen. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag. Ik heb geen voorbeeld. Ik ga gewoon lekker aan de slag met wat hier ligt. En hoe het eindresultaat wordt, dat weet ik ook nog niet. Laat ons gewoon lekker verrassen vandaag. Ik heb een aantal producten die ik daarnaast ga gebruiken. Ik zal die ook meteen al laten zien. Dan is iedereen denk ik wel binnengestroomd. Dan kunnen we snel gaan beginnen. Ik gebruik de Happy Smile van Joseline. En die gebruik ik vooral voor de sterren. Dus die ga ik gebruiken. Ik ga de snijmallen van Tatte gebruiken. Ik ga hier iets mee maken. Ik ga geen taart maken zoals Jolanda vanmorgen. Ik ga er een panda mee maken. En ik gebruik hier een paar accessoires van. Daarnaast heb ik het letteralfabet gebruikt. En gebruik ik deze Slimline Paperpad voor Floral Colors. Daar heb ik ook het een en ander uitgestanst. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik leg dit aan de kant. Dan gaan we snel beginnen. Toen ik de stukken papier op maat sneed, toen dacht ik al van, oh, dat is natuurlijk ook leuk met een shaker. Maar ik dacht, nee, ik ga me even bij het plan houden. Dan maak ik die later nog wel. Ik heb het grootste vierkantje van deze mal heb ik uitgesneden op zwart kartstok. Ik heb hiervoor het... kartstok gebruik van Bella Lulu. Is echt super mooi stevig kartstok. Ik ben er echt heel blij mee. Krijg je mooie stevige kaartjes van. Daar heb ik de grootste omtrek mee uitgesneden. En vervolgens heb ik van het designpapier. Ik zal het even laten zien. De binnenkant. Ik ga even de potlood erbij pakken. Dan zien jullie beter. Deze binnenkant. Zien jullie dat? Dus eigenlijk het naar de buitenkant het meest buitenste lijntje. Dat is de afmeting van het kartstok. En voor degene die het wil weten, zal ik het opmeten. Dat is 15,5 bij 15,5. Het designpapier. Het zwarte kan ik ook meteen doen. Dat is 15,8 bij 15,8. Ik ga een beetje een slaap lekker baby thema maken. Dus vandaar dat ik voor de gele sterretjes heb gekozen. En daarom ga ik ook het papier beinkten en ik ga daar van Memento Dandelion gebruiken. Dus niet al te fel geel. En dan ga ik van het kartstok, of van het designpapier, mijn excuses, ga ik de buitenkant mee beinkten.
Ik ga het niet distressen. Ik vind het wel mooi bij dit kaartje als die lijntjes allemaal redelijk strak zijn. Dus ik beïnkt die. Ik zie dat er nog lekker veel mensen binnenkomen. Gezellig. Ik zie dat de reacties ook binnenstromen. Dus het kan zijn dat ik iets mis. Roep dan nog maar een keer. Ik zal het proberen bij te houden. Even lezen. Iedereen wel wakker? Nou, mocht er vragen zijn, stuur ze nog maar een keer. Ik ga proberen het zo goed mogelijk bij te houden. Maar jullie zijn lekker gezellig en kletsen, hartstikke prima. Zijn er ook mensen die meteen aan de slag gaan met wat ik maak? Of zijn er mensen die dadelijk gaan kiezen wat ze gaan maken? Ik ga dit gewoon opplakken met de Jubidoo-lijn. Ik even gauw door. Zo. Wat lijm langs de lijntjes, langs de kantjes. Ik vind dat altijd fijn. Dan kan ik een beetje schuiven. Er zijn ook mensen die het liever met tape doen. Dat kan. Of een beetje lijm op de tape, dan kun je ook nog schuiven. Alles is mogelijk. Het is gewoon wat iedereen het fijnste vindt. Veel mensen kijken inderdaad eerst voordat ze zelf aan de slag gaan vandaag. Ja, en het is ook mooi weer, hè? Even, is het niet goed. Ik vind dat altijd een uitdaging als ik live ben om recht te plakken. Aangezien ik normaal met mijn hoofd bovenop het beeld zit. En nu moet ik natuurlijk uitkijken dat ik niet voor de camera hang. Goedemorgen, zijn er nog lekker veel mensen binnenkomen? Nou, de basis thee is klaar, die zijn even aan de kant. En dan ga ik het venster maken. Ik heb daarvoor een stukje zwart kartstok en een stukje wit kartstok genomen. Ik zal voor jullie even opmeten wat precies de afmetingen zijn. Het stukje zwart kartstok is 14,6 bij 14,6 en het stukje wit kartstok is 14,2 bij 14,2. Dan ga ik dit stukje zwart kartstok ga ik in de mal leggen. Ik laat even het komt zeg maar, je hebt het buitenste randje en dan de tweede en daar aan de binnenkant, zo groot is de afmeting van dit stukje kartstok. Dus dan leg ik dat zo goed mogelijk recht. Dan leg ik dat op mijn glasplaat en dan leg ik het even vast met magneetjes, zodat die niet verschuift. En de zwarte... Dat wordt eigenlijk het grootste venster. Dus dat randje zie je dadelijk onder het kleinere witte venster komen. Dus wat ik nu ga doen, is even goed denken. Dit lijntje, dus van het kleinste vierkantje, dat ga ik nu tekenen. En die ga ik dadelijk in dit stukje kartstok uitsnijden. En dat kan gewoon met een mesje. Maar ik ga het uitsnijden met mijn snijmachine. Het gaat ook prima. Dus ik teken alle vier de vierkantjes. De kleinste vierkantjes, die teken ik even af. Even kijken wat ik die al gedaan. Nee, deze ook nog. Zo. Ik teken in dit geval aan de buitenlijn, maar het maakt op zich niet zoveel uit. Het kan ook de binnenlijn zijn.
Ja, soms wel, Corrie, als ze magneetjes op de glasplaat doen, maar ik probeer dat zo voorzichtig mogelijk altijd te doen. Ja, precies. Even met de vingers vasthouden als je het aftekent. Dan pak ik mijn snijmachine erbij en dan leg ik die precies recht hierop. Dan ga ik de vierkantjes eruit snijden. Zorg dat je het niet van boven naar beneden helemaal doorsnijdt, hè? Maar dat je op tijd stopt. En ik heb hier een lijntje in mijn mesje en dat komt, zorg dat het precies overeenkomt met het tekenlijntje wat dwars op het stuk wat ik ga snijden ligt. Zo snij je ook niet te ver. Nee, het moet natuurlijk wel altijd een beetje voorzichtig zijn met magneetjes, dat je niet heel hard eraan gaat schuiven. Dat klopt. En ik vind magneetjes die bij de snijplaat horen, dat zijn deze, die vind ik wel echt heel sterk hoor. En ik gebruik ook van mijn stempelhulp nog de magneetjes erbij. Die zijn ietsjes minder sterk, maar doen het nog altijd prima. Dan spreid ik hem even een kwartslag. En dan, of een halve slag eigenlijk, hè. Dadelijk ga ik de kwartslag draaien. Zo. Kijk, daar heb ik deze lijnen heb ik nu allemaal gesneden. Dan draai ik hem dus wel een kwartslag en dan ga ik deze lijntjes snijden. Ik hoop dat ik ver genoeg snij. Ik zie het niet heel goed. Maar dat zien we dadelijk wel eens. Nog even snel met de vingermes snel bijgesneden. Ja, je kunt inderdaad de magneetjes ook volgens mij loskopen. Dat moet ik eigenlijk ook nog even doen. Zeker als ik met de maskstencils van Dutch Doobadoo werk. Ik vind het altijd fijn om die goed stevig op de glasplaat te laten liggen. Zo, en dan is dit de laatste. Van het zwarte papier uiteraard. Zo. Ik pak even mijn mesje erbij. En ik heb een paar hoekjes niet goed doorgesneden. Dat is natuurlijk omdat ik het een beetje lastig zie. Ik pak het mesje erbij en dan snij ik de hoekjes even goed door. Zo. Kijk, en dan krijg je een raam met vier kleine vierkantjes erin. En dat gaan we daar ook nog met het witte kartstok doen. En dat komt eigenlijk daar overheen. Even doorsnijden. Zo. Nou, prima gedaan. Ja, ik vind die glasplaat ook ideaal. Ik ben er zo blij mee. Vooral omdat je er ook lekker op kunt kliederen met inkt en noem maar op. En even met een doekje en poetspul erover en hij is weer helemaal schoon. Zo, komt deze dadelijk hierop. En dan ga ik nog de kleinste vierkant maken. Dat ga ik ook weer op dezelfde manier doen. Die is zeg maar de kleinste grote vierkant. Ja, dit is een beetje lastig uit te leggen. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar de kleinste grote vierkant, dat is het witte stukje kartstok. Zien jullie dat? Even kijken. Nou, die leg ik weer neer met de magneetjes. En dan voorzichtig, ja, dat die niet gaat verschuiven.
En dan ga ik de buitenste rand tekenen. Dus de grootste van de kleine vierkantjes, die teken ik nu af. Om dit witte stukje kartstok komt dadelijk over het zwarte venster heen. Dan krijg je een leuk extra laagje. Ik weet niet precies wat de andere meiden gaan maken, maar ik durf bijna mijn hand ervoor in het vuur te steken dat er vandaag nog wel een leuke shakerkar met dit model gemaakt wordt. Ik had gisteren met deze basis ook een mannenkaart gemaakt. Ik vind dit echt een super toffe mal van Digital Bedoo. Daar kan je echt heel veel mee. Als je nu gaat snijden moet je wel echt oppassen dat je, het zijn dunne lijntjes die overblijven. Dat je nu niet te ver doorsnijdt. Dus ik ga weer op dezelfde manier snijden als net. En dan goed opletten dat je het dunne lijntjes tussen de vierkantjes niet doorsnijdt, hè. Dan zorg ik altijd dat dit lijntje precies met deze lijn overeenkomt. Dan snij je ook niet te ver door en dat is hetzelfde als de onderkant van het vierkantje. Dan snij ik totdat dit lijntje bij deze potloodlijn uitkomt. Dan pak ik het volgende rij vierkantjes. Dan doe ik weer hetzelfde. Dat voorbeeldje van die mannenkaart, die heb ik gisteren gepost, maar ik kan hem straks nog wel eens een keer posten. Het was met nog een oude Dutch Doo Bedoo mal van bier. Ik heb hem hier niet meer liggen, anders had ik hem nog wel even erbij gepakt. Wat een thema, we zijn een babykaartje bezig en meteen over bierkaartjes. En dan schuif ik hem weer een beetje door. Dit is wel echt een secuur werkje, deze met het witte kwartstof. Want je snijdt zo een millimeter te ver door en dan heb je al dat je het verbindingsstukje doorsnijdt. Dus daar moet je wel echt mee opletten. Zo. Oh, kijk eens. Deze zijn goed doorgesneden. Die vallen er al vanzelf uit. Nu deze nog. Zo. En mag mijn snijapparaat aan de kant. Die heb ik niet meer nodig, geloof ik. Dan pak ik mijn mesje weer. Om nog de laatste kantjes goed bij te snijden. Ja, ik kan inderdaad ook gewoon de maat opmeten. Iedereen ik meet zelf ook meestal de maat op en ga dan snijden. Maar ik vind het altijd fijn om in de lives verschillende manieren te laten zien. En dan kan iedereen kiezen wat hij het fijnste vindt. Deze kunnen aan de kant. En als het goed is, ik draai hem nu om, hè, omdat de potloodlijntjes aan de andere kant zitten. Zie je dat dit venstertje tevoorschijn is gekomen. Je kunt ervoor kiezen om het met wat diepte op te plakken, maar deze lijntjes zijn zo dun dat ik ervoor kies dat ik het gewoon met lijm opplak. En dan plak ik het zwarte wel met wat diepte op. Maar deze kan ik alvast opplakken. Dus dan pak ik weer mijn Dutch Doo Bedoo lijn. En dan bevestig ik dat dadelijk op het zwarte raamwerkje. Zo.
Even de lijm afvegen. Voordat alles vastplakt aan elkaar. En dan plak ik deze hierop. Nou, ben ik blij dat Dutch Doobie Doo lijm doorzichtig opdroogt. Ik laat hem dus uit mijn handen vallen en heb ik overal de lijm. En ik veeg er wat in met de nagel. Overtollige lijm weg, maar dat droogt zo meteen toch goed op. En als dat onverhoopt gebeurt, wat ook altijd werkt, is plaatjes erop plakken. Nou, deze die wordt hierop geplakt. Ik pak even toch een stukje keukenrol. Om even deze lijm weg te vegen. Dat is wel heel veel. Zo. Het droogt eigenlijk wel op en de plakt er wat overheen. Nou, kijk. Zo gaat het eruit zien. Dan pak ik die dunne foams, slides. Ik weet even niet hoe ze heten. Die zijn echt super fijn voor deze mal. Dan plak ik deze hierop. Die past ook perfect in het midden. Zo. De afmetingen van de grote kaart. Ik had het net al opgemeten. Ik zal even kijken. Dat is 15,8. Bij 15,8. Zo. Deze kan ik ook alvast opplakken. Haal ik de achterkantjes er vanaf. Even checken. Ja, alle eraf. En dan ga ik die in het midden van het kaartje plakken. Ik meet dat nooit, ik doe dat altijd op het oog. Zo. Dan is de basis van mijn kaartje al klaar. Hartstikke leuk al. Nou, ik zei al, ik ga een beetje een baby slaap lekker thema maken. En wat super tof is, ik ga deze ga ik uitstansen op zwart papier. En dan ga ik daar glow in the dark embossing poeder op doen. Ik heb hier alvast een voorbeeldje gemaakt. Kijk, gaaf hè. Dus dan heb ik deze gemaakt. Ik zal straks... Als ik de foto's post van het eindresultaat, zal ik een foto in het donker en een foto in het licht posten. Dan kunnen jullie zien hoe dit oplicht. Maar ik ga eerst even stansen. En het is hierbij belangrijk dat het relief goed naar voren komt. Hè? Dat je de diepte ziet. Je ziet dat je tekst hebt. En het is echt belangrijk dat die een beetje naar voren komt. Dat die alleen met embossing poeder bedekt is. En hoe ik dat nu doe... Geniale tip van Anouk van de week. Ik pak een stukje keukenrol, keukenpapier gewoon. Dat vouw ik vierdubbel. Dan leg ik daarop mijn standje. En dan haal ik die door mijn stansmachine. Ik zal dat even doen, dat gaat echt beeld. En dan doe ik die een paar keer heen en weer, dat die goed doorgesneden wordt. Oeps. En dan zal ik dadelijk laten zien dat je dan het relief in de mal hup ziet. Zo, dan is dat op de kant gevallen. Kijk. De stansje leg ik even aan de kant. Zo. Kijk, zien jullie dat? Je ziet de tekst, twinkel, twinkel. Zie je echt super goed nu. Leuk, hè? Ik zal even... Ja, jullie zien het, zie ik. Ja, Anouk, dat was een super tip, vooral met deze man. Nou, wat ik nu ga doen... Ik pak even een knoeipapiertje erbij.
Ik gebruik dan verlof van de embossingpoeder. En van icing gebruik ik altijd het embossingpad. Dan ga ik heel lichtjes. Mag ik dat even zo doen? Nee, voordat ik het vergeet. Ik ga eerst met mijn antistatisch kussentje even over de mal heen. Want daarmee voorkom ik dat dadelijk op de kleine stukjes tussen de letters, bij bijvoorbeeld de E, dat daar ook embossingpoeder gaat bevestigen. Ik wil wel dat die tekst zo scherp mogelijk te zien is. En dan ga ik mijn embossingpad eroverheen. Duw ik heel erg aan, want alleen het wat dikkere gedeelte, daar hoeft de embossingpoeder op te blijven zitten. Zo. Dan doe ik het poeder eroverheen strooien. Zo. Ik vind het echt zo tof, dit poeder. De glow in the dark, en het doet het echt heel goed. Als ik een foto maak van mijn eindresultaat in mijn lightbox en daarna het leg-ei doet, dan geeft hij echt heel goed licht. Kijk. Nu zie je het poeder heel goed zitten. Dan kan je even hier nog wat. Dan kan je de tekst ook redelijk goed lezen. Kijk, het wordt dadelijk doorzichtig. Dus je zult dat als het gewoon in het licht is, de tekst natuurlijk niet zo goed kunnen lezen als in het donker. Zo, poeder doe ik weer terug. Ik kan gewoon met een A4'tje, maar ze hebben ook van die handige bakjes. Waar je het ook heel goed mee terug kunt schudden. Maar je doet echt heel lang met zo'n potje. Ideaal. Dan pak ik mijn heat tool erbij. Ik krijg eigenlijk ook altijd de vraag van mensen, kan ik dat ook met een gewone föhn? Dat gaat niet, want die wordt niet warm genoeg. En dan smelt het poeder niet. Dus ik ga met de heat tool de embossingpoeder verwarmen. En dadelijk wordt het doorzichtig en dan is hij gesmolten. Je hebt wel een beetje geduld nodig. Kijk, nu begint hij al langzaam bij de T van Star. Dan draai ik hem even om, voordat het me wat te warm aan de handen wordt. Nu ga ik het begin van de stand verwarmen. Kijk, het smelt super snel. Het wordt echt heel gaaf. Ik laat dadelijk een foto zien als het donker is en een foto als het licht is. Dan zie je hoe goed die glow in the dark gloeit in het donker. Echt heel gaaf. Het is natuurlijk ook super leuk voor kaarten voor kleine kindjes. Tenminste, mijn zoontje vond zoiets vroeger fantastisch als hij dat kreeg. Oké, ik weet niet welke machine dan niet goed met een keukenpapier werkt. Die voor mij, ik heb de Sizzik, Big Shot, dan doet hij het wel op. Nou, die ga ik dadelijk daarop plakken. Ik had al allerlei dingen uitgestand om te voorkomen dat ik daar heel lang in deze live bezig was met standen. En ik had de tekst baby uitgestand met de Studio Lipo Craft Lab stitched alfabet. Echt super gaaf. Oh, ik hou van dingen met van die stitched randjes. Die ga ik nu in dit geval niet gebruiken. Maar ik ga de letters op deze manier in de vierkantjes plakken. Ik heb de grote gewoon uitgestand op zwart kaartstok. Dat komt mooi terug in dit kaartje. En ik heb de kleine letters uitgestand in het designpapier met de sterretjes. Vond ik er wel mooi bij passen. En ik bedenk me net dat ik toch gewoon deze dingen erbij ga plakken. De randjes met het stift lijntje. Nou, de rest kan nog even terug. Ik ga eerst de letters even goed opplakken.
Ik ga dat ook weer, even denken. Nee, ik ga dit niet in diepte doen. Ik ga dit gewoon met lijm doen. En ik doe dat op het oog, hè. Kunnen natuurlijk afmeten, maar het moet natuurlijk te zien zijn dat het een beetje handgemaakt is. Ik let er dan wel op dat de letters recht geplakt worden. Zo, even kijken naar jullie reacties. Jullie kijken allemaal heel stil. Zo. Deze letter ook meteen. En het fijne is dat ik een beetje de sterretjes, daar zit hier een lijn in, dat ik die een beetje als richtlijn kan gebruiken om de letters enigszins recht te plakken. En de laatste letter. Zo. Ja. Yeah. Ik vind dat toch altijd mooi met het zwart. Hè? Er zijn heel veel mensen die dat niet gebruiken. Maar ik vind het zo mooi om met kleurtjes te gebruiken. En zelfs een babykaartje. Dat kan je met zwart maken. Zo. Ik doe een beetje lijm aan het randje. Dan plak ik die om de letter heen. Dan heb ik toch mijn stitch randje. Oh, bedankt. Iedereen aandachtig en geconcentreerd. Een beetje een zen zondagmorgen. Live van Linda. Zo, niet te veel lijm, want anders krijgen we dat fiasco wat ik net had. Zo, maar ook weer lekker gestructureerd aan doen, hè? Maar dat maakt niet uit. De volgende B. Dat is mijn doekje. Ik heb natuurlijk het dopje niet op de lijm gedaan. Niet handig. Zo. Ja, Petra, gewoon proberen met het zwart. Als je combineert met kleurtjes, ik doe dat eigenlijk best wel heel vaak. Ik gebruik heel veel zwart. Ja, je kunt er ook gewoon hele leuke, vrolijke, lieve kaartjes mee maken. Het hoeft niet altijd een condoleance kaartje te zijn natuurlijk. Zo. Die heb ik ook gedaan. En ik ga deze letters ga ik wel een beetje in diepte aanbrengen. En omdat de letters. Oh, hier is hij. Nee, ga ik niet doen. En waarom niet? Ja, ik had ervoor gewerkt. Jolanda had het net ook al laten zien. Dubbelzijdig plakband achter op de letters plakken voordat je ze uitstak. En dat is super handig. Het hoef je alleen als je ze uitgestand hebt, het folietje aan de achterkant eraf te halen. Net de handige toe. En dan kan je hem zo opplakken. Dan heb je dus niet alles vol liggen met lijm zoals ik net had. Kijk dat hij een beetje in het midden is. Moet je ook nog de tijd in de gaten houden. Hè? Oh, dat lekker. Kijk, en nu heb ik ook weer wit en met kleurtjes. De sterretjes zijn allemaal leuke, mooie pastelkleurtjes. Dus dat zwart is eigenlijk gewoon een mooi randje om de tekst heen of om de kaart heen. En de zwart voor deze heb ik natuurlijk gebruikt omdat dat dadelijk super mooi afsteekt als het gloeit. Nou, deze is ook al opgeplakt. Deze ligt ook al klaar. En dan had ik nog voorgewerkt.
En ik gaf jullie nou aan, ik ga met tap werken, maar op een andere manier dan Jolanda dat net had gedaan. Ik zal even de standjes erbij pakken. Kijk. Dat, als je op de verpakking kijkt, aan de achterkant staat een pandabeertje. En dat vond ik super mooi bij dit kaartje passen, omdat ik zoveel zwart gebruik. Dus ik heb alvast allerlei onderdeeltjes van Ted uitgestampt. Even kijken. Deze kan ook, de voetjes. De oortjes. En de binnenkant van de voetjes. Zo. Even kijken, wat mis ik nog. Het hoofdje. Dat is stom. Heb ik die vergeten uit te stampen. Dat ga ik nog even doen. Het is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat dat een hoofd heeft. Dat doe ik weer even uit beeld. Ik had net die kleine vierkantjes, wat ik uit het witte kader heb gesneden. Maar dat was precies het hoofdje van Tadden. Lekker effectief met papier werken. Zo. De oogjes. Ja, als je hier op de achterkant kijkt, zie je de oogjes. Het neusje. En dan snijdt hij zich ook niet liggen. Snijdt. Opgelaat. Ik gooi ook even door mijn stansmachine in. Het fijne aan Ted vind ik dat die onderdelen niet... Het gezichtje natuurlijk wel, maar over het algemeen zijn die onderdelen niet heel, heel klein. Dus ik vind hem best gemakkelijk in elkaar te zetten. Zo. Dat ga ik alvast plakken. En de onderdelen zijn los van elkaar. Dat is ook echt super fijn. Oh, een zwarte babykamer. Ja, dat is prachtig. Heel mooi. Een beetje industrieel zie je dat vaak terugkomen nu. Hè? Ja, vind ik ook echt heel mooi. Zo. Kijk, we hebben de oortjes alvast opgeplakt. Het snijtje plak ik alvast op. Hou ik als richtlijn altijd aan dat het in het midden van dit lijntje komt. Ik had laatst een paar mensen die wel moeite hadden met waar plak ik alles van Ted. Ik gebruik er altijd een beetje hulpmiddeltjes voor. Zo plak ik de oortjes altijd in het midden van de wenkbrauwtjes. Dan probeer ik me daar een beetje op te richten. Zitten ze altijd op een goede plek. Snijtje. Neusje. Kijk, en de buik die is in twee onderdelen. Wat ik dan altijd doe, ik draai het om. En dan pak ik een klein stukje tape. Even kijken waar mijn schaartje heb gelaten. En dan plak ik dat op de achterkant vast. Kijk, zo. Dan blijft dat ook goed zitten. Zo, kijk. En dan maak ik een heel dun lijntje lijn aan de bovenkant. Niet op de glasplaat natuurlijk. Dan plak ik daar het hoofdje mee vast, dat je nog genoeg zwart ziet. Zo, een beetje in het midden. Dan plak ik alvast... Ach, ik had het snijtje nog helemaal niet op moeten plakken. Oh, gelukkig zit hier nog los. Moeten natuurlijk de oogjes nog. Ja, ik plak eerst even de binnenkant van de pootjes alvast vast. Zo.
Hij heeft zoveel mogelijkheden, Ted. Ik zag ook een gekleurde versies voorbij komen. Troetelbeertjes. Echt heel leuke mallen zijn dat. Ik zie ook bij heel veel mensen dat die ook al voorbij zijn gekomen. Nee, precies, Beta. Het hoeft niet altijd zoet te zijn, hè? Je hebt ook stoere kinderbabykaartjes. En dat wilde ik met deze laten zien. En dan toch kinderlijk en lief. En dat kan natuurlijk perfect doordat je ook de panda gebruikt. Dat is ook weer precies die kleuren, wit en zwart. Ja, ik vind dat heel tof. Zo. Dan hebben we die ogen weer opgeplakt. Nou, ik ga het beertje zo meteen hier plakken. Even kijken hoe de ogen op moeten. Ja, kijk. Je ziet dat de ogen een beetje een puntje hebben hier. Een scherper puntje. En hier is het ook wat, deze kant wat langer. Die moeten naar elkaar toe. Die moeten zo opgeplakt worden. Maar nogmaals, bewaar de verpakking van Ted en Frans. Want op de achterkant staat altijd heel duidelijk op, staat het heel duidelijk op hoe je de achter, of hoe je de mallen kunt gebruiken op welke verschillende manieren. Ik zou een beetje hoger werken, dan zien jullie beter, denk ik. Hè? Ja, Corine, dat lijfje, dat het een beetje in twee kant stukjes is, dat klopt. Maar door het stukje tape kun je dat natuurlijk goed oplossen, wat ook nog een optie is. Je hebt aan deze kant heb je nog een kleiner buikje. Daar kun je ook deze opplakken, zeg maar. Dus dan wordt dit de basis en die plak je daar allebei op en dan zit het ook stevig. Dus dat is ook een optie om te zorgen dat het buikje goed blijft. Dan had ik nog, even kijken, de witte oogjes. Dat zijn deze grotere rondjes. Die slaan ze ook even gewoon uit. Ik ben volgens mij gewoon bij mijn voorbereiding alle witte stukjes vergeten. Of de helft van de witte stukjes. Maar dat maakt niet uit. Dat is wel weer uitgestanst, doen we dat nu. Kunnen jullie ook zien welke onderdelen dat allemaal precies is? Zo. Kijk, en als je nu de tape aan de achterkant van ook deze hele kleine onderdelen alvast plakt en het dan pas uitstanst, dan hoef je ook alleen maar op te plakken. Dat is ook heel handig. Maar daar heb ik nu natuurlijk niet aan gedacht. Dan heb je hier weer een maat kleinere rondjes. Ja, dat is aan de binnenkant van de zwarte oogjes. Die plak ik hier weer in. Zo. Deze ook. Kijk, en je hebt nog een maat wittere bolletjes, nog kleinere. Dat is aan de binnenkant van de ogen, maar eigenlijk doe ik dat gewoon altijd met een witte pen. Dat is toch net wat gemakkelijker. Nou, ik plak deze, plak ik de armpjes al vast. Hij juicht. Hij heeft de armpjes omhoog, hij is blij. Dus ik hoef alleen aan het kleine stukje, een kleine ronding, maak ik wat lijm vast. Zo, en deze ook. En dan ga ik hem alvast opplakken op de achterkant. En de voetjes, die maak ik dadelijk met wat 3D-kit vast. Met die wat naar voren komen. Zo, even kijken. Doe ik hier wat lijm. Dan plak ik hem zo vast op het dunne witte stukje. Dan pak ik de voetjes. En mijn 3D-kit van Colo. Ideaal. Dan plak ik die zo erop.
Of maar een beetje, hè. Het hoeft niet heel erg naar voren te komen. Dat doe ik ook met de andere. Zo. Nou, deze plak ik zo meteen hierop. En om in het sterrenthema te blijven, had ik wat sterren van Carlijn Design uitgestanst. En dan had ik die, deze voor gebruikt en dan de lichtste kleur. Ik vond het wel mooi staan bij het designpapier. En die heeft ook gezichtjes, die grote ster. Kijk, en daar heb ik bijvoorbeeld de dubbelzijdige tape aan de achterkant geplakt. En dan heb ik dat gewoon in het stukje papier laten zitten. En dan haal ik de tape eraf, of de achterkant van de tape. Even een geklungel. En zo. En dan plak ik hem zo, een beetje in het midden. Plak ik hem op de ster. Doe ik hem even aan. Kijk. En dan zit hij goed. Want die dingen blijven altijd aan mijn handen plakken. Dat is niet handig. Dat doe ik ook met de oogjes, met de wimpertjes. Haal ik ook de achterkant van de tape eraf. Met de handige tool. En dan plak ik die ook in het midden van het mondje, dat dit in het midden van het mondje is. Dan zit het ook op de juiste plek. En dan, kijk, dan zit het precies op de juiste plek. Zien jullie? En ik had roze wangetjes uitgestampt. Had ik ook met de achterkant alvast beplakt met tape. Hoef ook niet te knoeien met lijm. Nu moet je knoeien of klungelen met de achterkant van de tape, maar dat maakt niet uit. En dan plak ik hier de wangetjes op. Zo. En deze ook. Zorg dat die een beetje op dezelfde hoogte zitten. Perfect. Dan plak ik deze hier. Ja, dat ga ik ook met 3D kit doen. Dat plak ik hier een klein beetje 3D kit op. En dan duw ik het sterretje erop. Let erop dat je dan zorgt dat het goed is gedrogen. En ik laat hem meestal wel een paar uurtjes goed drogen. Voordat je erop gaat duwen, want anders duw je die kit natuurlijk helemaal plat. En dat is zonde. Zo. En zorg dat je altijd meteen het dopje op de kit doet. Nou, eens kijken. Ik had in de accessoires staat ook nog het babyflesje uitgestanst. Daar wil ik jullie ook wat tofs mee laten zien. Ik heb dat namelijk dit flesje. Deze twee onderdelen. Deze heb ik gewoon in gekleurd papier uitgestanst. Maar deze heb ik in vellum uitgestanst. Kijk. En wat ik dan ga doen, is met mijn witte pen. Zo. Dan ga ik een laagje melk erin aanbrengen. Kijk, je probeert dat nu natuurlijk snel te doen, maar bij die witte gelpen is het natuurlijk belangrijk dat je dat niet te snel doet, want anders trek je de kleur weer mee weg. Ook niet te hard duwen, gewoon rustig de inkt verspreiden. Je moet wel even goed drogen. Maar kijk, het lijkt net of er melk in zit. Superleuk. Ik heb hier ook weer tape op de achterkant alvast gedaan. Dubbelzijdige tape. Het krult wel een beetje, maar dat daar als het droog is, dan kun je dat weer recht duwen. Dan plak ik deze op het bovenste randje.
Hij is wel goed droog. Even goed recht duwen. Dat hij niet meer zo opkrult. En dan ga ik... 3D, dan ga ik de 3D kit achter het witte en achter het roze doen, zodat je dit niet door het film heen ziet. En dan plak ik deze hier zo. Kijk. Oh, ik moet dit natuurlijk nog plakken. Dan doe ik met een paar stukjes 3D-kit, waar het een beetje dikker is. En dan plak ik die ook net op de witte rand. Zo. Ik denk dat ik hier even een wat dikker dotje doe. En anders kiept hij zo naar binnen. Zo. Kijk, perfect. We hebben een hartstikke stoer babykaartje. Voor een jongen of een meisje, kan allebei. Dit is Glow in the Dark, dus daar zal ik straks foto's van laten zien. En dan is eigenlijk een heel simpel, niet te druk kaartje, maar toch wat leuke effecten. Even kijken. Nee, vellum is niet hetzelfde als overtrekpapier. Ik denk dat vellum een beetje dikker is. Maar je zou het wel kunnen gebruiken. Ik denk dat vellum een beetje gemakkelijker te verwerken is dan overtrekpapier. Tenminste, zoals ik me dat kan herinneren van vroeger. Nou, ik ben net op tijd. We hebben nog 5 minuten plaspauze. Ik ben benieuwd naar jullie creaties. Laat ze ook zien op de... op de Facebookgroep. En dan wens ik jullie voor nu nog heel veel plezier met de andere dames. Er komen nog heel veel leuke projecten aan voor een week. En dan hele fijne zondag. Doei!